Binnenkort is het oud en nieuw nog anderhalve week ongeveer. En dat betekent dat je ook een goede aansteker moet hebben. Wij hebben weer een pakketje binnengekregen van Your Pyro. We hebben de beste aanstekers die ze hebben. Moet je deze bijvoorbeeld kijken. Die hadden we ook in Polen. Hebben we binnengekregen. We hebben deze. De Champ. Champ High. Zijn echt hele goede aanstekers. Wij steken er regelmatig met deze dingen af van Your Pyro. Zitten allemaal op blok. Deze ook. En mochten jullie nog een aansteker nodig hebben, ga dan naar yourpyro.nl en voer de kortingscode PYROTEAMDELFT3-2022 in. Krijgen jullie 10% korting en dat scheelt toch weer op het eindbedrag. Mocht je nog willen bestellen, zou ik dat zeker nu doen, want vlak voor de kerst wordt het allemaal vertraagd, misschien zoek geraakt en dan heb je geen goede aansteker. Want dit zijn veel betere aanstekers dan bijvoorbeeld van de Action. Kerstvakantie is aangebroken. Wij zijn op dit moment weer in België om ook te kijken of het nu nog kan, het vuurwerk halen. We zijn namelijk bij Saint Roger. Die zien jullie daarachter. We zijn hier de afgelopen 2 jaren ook geweest, rondom de maatregelen met COVID. Toen kon het allemaal, toen hebben we ook bijna geen politie gezien. Maar de populariteit hier gewoon al vanaf september gaande is, ben ik super benieuwd hoe de controles hier dan zitten. We waren net over de grens gereden, die beelden zien jullie nu. Of er echt gigantische vuurwerkcontroles zijn, als je de media mag geloven, die zijn er nog niet. Nog steeds niet, hè? Nee, maar dat zien we ieder jaar. Ieder jaar wordt er in de media geroepen alsof er gigantische vuurwerkcontroles zijn. Laten we maar even gaan naar de winkel, man. Ja, let's go. Even kijken hoe druk het is ook. Let's go. Yes, jongens. We gaan bij Salon Roger naar binnen. We zien de drukte al. Mensen in de rij, gek. En vorig jaar was hier een loket en daar een loket om te bestellen. En nu kan je gewoon de winkel in, gelukkig. Dus we zijn op dit moment in de winkel van Salon Roger. Het is best wel druk hier zo. We zijn het niet gewend, want vorig jaar kon je echt naar binnen. Waren er maar 3 mensen binnen of zo. Nu is het veel drukker. We laten zo meteen maar even zien. Ik kan wel even de voeten allemaal volgen. Dus jullie zien het, het is veel drukker dan andere keren dat we hier waren. Maar dat is ook logisch, ook vlak voor de kerst. Wil iedereen op het laatste beetje vuurwerk halen. Ik zou het dan al veel eerder gehaald hebben, jullie weten. Er zijn ook heel veel knallers hier gekocht en goede tunnelkings. Big Shot, die hebben wij getest laatst in een video. En die andere? Die zijn heel veel. Die zijn nu allemaal in de aanbieding. 10 euro voor 4 van die dingen. En vooral die limited waren echt goed. Wat voor producten zien we nog meer hier zo? De lockdown van Alfa hebben we vorig jaar ook gehad met oud en nieuw. Die hebben jullie kunnen zien in de compilatie. Dat is ook heel goed. Maar waar we specifiek voor komen, zijn de Squidcakes van Tropic. De combi is 75 euro. En altijd in de compilatie zijn er vragen over die twee blokken. Waar ze vandaan komen. Nou, jullie zien het. Ze komen hier vandaan. Ja. Van Tropic. Goed merk ook. Nou, hier heb je ook nog de knallers, jongens. De Mascleta. Tueno Mascleta. Gekleurde vlinders. We hebben ze laatst allemaal in Spanje kunnen zien. Of het dezelfde kwaliteit is, weet ik niet. Vooral die Extreme, die blauwe. Die hadden wij in het rood gezien daar. En in het groen. Die heb je dus nog wel ook van Dumbe. Maar ook F2. Geen PE meer, helaas. Deze nitraten. Wij gaan wel even op zoek naar de hardste knal hier zo. Dat is eentje die 0,5 gram heeft. Want dat is wat maximaal mag nu in België. Nou, hier staan de welbekende Surex blokken. Goeie cakes. Eerlijk Des, check die. Die Surex dingen. Dat is jouw favoriet, hè? Dat was de eentje met de titanium. Nee, welke was dat? Met titanium? Dat is voor 180 euro. Kijk, en ik hou van dit design, man. Bruin design. Extreme Tsunami. Dat is hem met die service. Welke is dat? Is dat hier? Oh ja. Oh ja, klopt, man. Dat is echt een goede idee. Kijk, deze, jongens. Dat is een saluutblokje van Surex. En zoals ik net al zei, je hebt daar dus die matten. Die hangen hier ook om de buizen heen. Maar ik moet je zeggen dat die Alpha collectie ook echt dik is, man. Dat is wel echt rete geld. Allemaal naar Salon Roger als je shells wil hebben. Hé joh. Het zijn dummies, jongens. Oh, wel mooi, man. Kijk hoe ziek. Leef, hè? Pak die andere eens.
kerstballen. Ja. Muziek is dat, jongens. Brokade, 6 inch. Ja, maar zo'n echte dun is. Heb je deze nog? Deze heb je heel vaak in Salute gehad, 3 inch. Lijpen. Lekker mooi, man. 15'tjes. Hele tassie. Los van de Alfa-lijn hebben ze hier dus ook Jorgen. Piro Max hebben ze ook, daarachter te zien. En natuurlijk Salon Roger zelf. En, ook, en weet je wat we ook zagen? In Polen zagen we ook Salon Roger. Klopt. Vuurwerk, ook heel apart. Om dat helemaal in Polen te zien. Maar heel veel P1. Maar die video's hebben jullie als het goed is al gezien. Iedereen is nu last moment nog even vuurwerk aan het inslaan. Voor de grote dagen voor de deur staan. Die van Duitsland natuurlijk. Het gaat allemaal door. Iedereen kan gewoon weer naar de supermarkten. Dus iedereen haalt hier nog even kwaliteit vuurwerk op. We hebben nu ook een bestelling gedaan. We zijn er ook even aan het wachten tot onze doos komt. En dan laten we jullie buiten precies zien hoeveel we hebben. En we kwamen er net heel makkelijk naar binnen hier. Maar als je ziet hoe druk het nu buiten is, kun je zo meteen zien. Niet normaal. En je vergeet die shells, Amis. Huh? Jongens, we hebben een hele doos gehaald. Vooral van die Tropics natuurlijk. Nou, daar 6. Zijn we, ja man, daar zijn we echt fan van. En... Spoedvervoer voor vuurwerk. Politiecontrole. Kijk, en deze, die laten we hier zo. Maar die willen we zo meteen even voor jullie afsteken. Want volgens de winkel zelf zijn dit dus de hardste knallers die je hier kan kopen. Kom eens daar naartoe. Moet je kijken hoe druk het is, jongens. De rij staat nu tot buiten. We waren net hier. Toen was de rij nog begon die binnen. En we hebben deze Astos. We hebben deze Sustos, jongens. Die gaan we dadelijk even afsteken op locatie. Want daar gaan we natuurlijk niet mee de grens over. Zo. Mooie dingetjes, hè? Dit is wel echt Spaans. En of ze goed zijn? El Gato, hè? Althans. Lijkt erop. Het is een kat. We gaan even naar de auto. En dan laden we het in. Laten we jullie ook even zien exact wat we gehaald hebben. We kunnen maar beter niet de Nederlandse kentekens filmen hier. Maar er staan heel veel auto's uit Nederland. Maar logisch. Wat me ook opvalt altijd bij Salon Roger, is dat er heel veel Duitsers zijn, man. Ja. Heb je dat ook gehoord net? Ja, klopt. Maar dat is logisch, want we zitten hier vlak bij Duitsland natuurlijk. Dus, gaan even inlaaien. Maar eerlijk, hoe lijp is het dat we gewoon 3 keer die Tropics set hebben? Ja. Elk jaar waren we tot nu toe te laat. Die rode hebben we een keer nog op de kop kunnen tikken. Maar ik ben er super blij mee, man. Zo, voel je benen? Nee. Draai eens om. We hebben deze echt 6 keer. Ja, we hebben 6 van die Tropic Cakes. Even uitstallen. Hallo hoor. Ja, man. Je wilde ze dit jaar graag. Dat is wel te zien, denk ik. Jongens. Ja, we wilden echt die Tropic Cakes zo graag hebben. Maar die Firefly is ook heel goed. Nou, we gaan het wel even neerzetten, heel mooi. Want we beginnen de schattenboutjes in glissen met oud en nieuw. Zo. We hebben zo een heel mooi shot. Dat best lekker aan het inpakken is. Mies wilde graag ook de hardste knallers erbij hebben. Om zo meteen even te stoken. Het doet me heel erg denken aan de kwaliteit van in Spanje. Maar ja, dat is ook logisch, dat is een vlinder. Jij zei ook iets over El Gato. Hoi. Tuurlijk. Hebben we nog 2 keer iets van Alfa? Ja. Ik weet niet of we deze al eerder hebben gehad. Ja man, ik herken hem. Firefly, die hebben we gehad. Alfa is zeker een van de beste lijnen die je ook kan kopen bij Salon Roger. De Ultra ken ik niet. Nee, ik ook niet. Maar misschien zijn er compilatiekenners van PTD die deze herkennen van de compilatie afgelopen jaar. Het enige jammer is dat we een beetje laat zijn in het jaar. Kerstvakantie. Ja, we wilden Surex, hè? Surex of iets van een Alfa compound, maar alles is uitverkocht. Dan stoken ze gewoon allemaal even op. Wie weet. En dit zijn dus de hardste die je hier kan krijgen nog bij Salon Roger. Stook even heel pakje op. 10 stukjes. Oh, lachen. Zijn wel goed schel. Zo, gaan we goed. Goeie hoor.
Stooksessietje. Gaan we goed hoor. Ja man. Wel een auto hè. Ja joh, boeien. Zo. Laatste. En de laatste jongens. Over anderhalve week jongens is het al oud en nieuw, voor ons over 2 weken. Dus het wordt echt ontzettend ziek. Voor de eerste keer weer in 3 jaar vuurwerk halen. Vond je deze video nou leuk om te kijken jongens? Laat dan even een like achter. Vergeet niet te abonneren. En dan zien jullie ons morgen weer om 4 uur. Later.